Deze man kon bij de Primera in Zutphen sigaretten kopen. Dat doen natuurlijk wel meer mensen, maar gelukkig niet zoals deze meneer. Hij heeft namelijk net uit een tandartsenpraktijk elders in de stad 3 bankpasjes gestolen. En daar gaat hij enkele sloffen en losse pakjes sigaretten mee afrekenen. Hoe hij dat doet? Heel geslepen. Hij blijft steeds net onder de limiet van het contactloze afrekenen en wandelt met een tas vol rookwaar de winkel uit. Laat hem er niet mee wegkomen en deel je informatie als je meer weet over deze man. Wat is bijvoorbeeld zijn verblijfplaats?